Vanavond is er een Sound of Sixties avond met allerlei bands. Eastern Asians, Magic Strangers, Dave Barry. Ja, het gaat heel erg druk worden vanavond. We zijn bijna uitverkocht, dus dat gaat de goede kant op. Ik heb het ook maar laten horen zeggen, maar ik weet dat in ieder geval Dave Barry komt vanavond. Dus, en daar bent u fan van? Nou, dat van vroeger wel, ja. En ik ben de voorzanger, zo gezegd. Dus. Heb je nog veel optredens? Jawel, regelmatig. Ja, in de buurt, Den Haag en omstreken natuurlijk, maar ook al in het land. Ja, het gaat steeds minder worden, omdat het natuurlijk ook thema muziek is. Dat is logisch, net als dit. Maar het is wel een fantastisch thema. Het is, je weet, ik ben er zo'n groot fan van. Dus hartstikke leuk om jullie net over de vloer te hebben. Ik word niet meer overal gevraagd op festivals voor de jeugd. Ja, daar tel je niet meer mee. En dat is nou helemaal zo. Zo'n grote naam hebben we dan ook in de vloer. Het is zo dat we eigenlijk de tweede keer de Sound of the Sixties organiseren. Vorig jaar hebben we de reunie gehad. Reunie na misschien wel 140 keer Sound of the Sixties in Locomotion, maar nu hier in de Sniep. We zijn oorspronkelijk begonnen ook in de Sniep in 1982. Dus het is leuk om hier weer terug te zijn. Het is weer een thuiswedstrijd, zeg maar. Het is weer een thuiswedstrijd. We konden niet meer terecht in Locomotion. Het werd verkocht. En het leuke is dat ook de jongeren, dat je toch wel merkt dat die ook die muziek oppakken. Op een gegeven moment ook, ontstaan ook wel weer bandjes die die Beatle-muziek weer gaan maken. En muziek uit de 60 jaren. Dat, ja, het blijft geweldige muziek natuurlijk. Ik ben nu, vroeger was ik drummer geweest en nu ben ik gitarist-zanger. Ja. En hij is bij mij ook vanaf 1960. En ook geïnspireerd door de Tielman Brothers uit in de jaren 50? Ja, nou, ik zou het niet weten, want ik kwam... Ik heb gevaren, ik kwam thuis, werd mijn zwager gezegd, we gaan naar Duitsland toe. Toen ben ik naar Duitsland gegaan gelijk. Met de boot? Om muziek te zwaken. Oh, is het, kwam het terug met de oh, okay. Ja. Maar in, met welke band was dat? De Easter Aces altijd. Ook allemaal zo? Ja. Nou even, twee maanden met de Honky Tonks. En dan daarna Easter Aces. We hebben een 50-jarig jubileum al gehad, dus ja. Alleen daar hebben we twee weken vrij, omdat hij op vakantie gaat hier. Oh, dan krijg ik weer de schuld. Maar goed, We zijn zelf twee keer naar Amerika gegaan op tournee. Ja, met hem samen. Toen was hij er nog niet bij. Maar jullie spelen ook in andere bands? Nee. Vroeger speelde je in andere bands. Zo, dan speelde je in Duitsland, dan werd je weer gevraagd voor die band en dan weer in die band. I'll be you love me like I love you.
ja, mensen denken wel eens, ja, museum rock art, dat is alleen maar harde herrie. Nee, juist niet. Het gaat bij ons om de Nederlandse muziekgeschiedenis vanaf de jaren 50. Dus voor iedere doelgroep zet je iets neer. En we kunnen het ook neerzetten. En proberen dat je daarin wel de switch vindt en iedere keer een moment vinden of een thema vinden waar je wat mee kan doen. En voor ons was dit toch wel de afgelopen 2 jaar een bijzondere ontwikkeling. Want het is ook voor ons voor de eerste keer dat we Nederlandstalig doen. We hebben zo'n waanzinnige muziekcultuur in dit land. Ik vind dat je dat moet koesteren. En zorg dat het behouden blijft. Dat is een beetje mijn ding. En dan is het meer vanaf de jaren 50 tot heden. Zorg dat het in ieder geval behouden blijft. En de rest eromheen is gewoon leuke dingen doen. Dus uiteindelijk is in mijn ogen hetgeen wat ik doe het museum, het verlengstuk. Belangrijkste is het gewoon hetgeen wat nog op zolder is, moet van zolder af. En zorgen dat het naar rockart komt. Vaak ook proberen tegenhangers te vinden. We hebben net, zoals Erik al zei, een waanzinnige expositie gehad over It's Elvis Time. Het leven van Elvis daadwerkelijk. Dus met heel veel persoonlijk materiaal. En dat doen we nu weer, maar dan op een hele andere vlak. 65 jaar Nederlandstalige klassieken. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Begin met Tante Leen, Max van Praag, noem ze maar op. De straatzangers, de Leidse Sleutelgaten. Nee, het hele verhaal van tot Ander Dijk, tot Jantje Smit. Vraag het, roep het. Het komt wel voorbij, ook in de expositie. Yes, I started as a musician pretty much the same time as the Rolling Stones and the Beatles and the Kinks. So I was very much part of that generation of musicians who were influenced by the great rhythm and blues artists. I mean, my music has remained the blues and rhythm and blues, just like the Rolling Stones, who I toured with about 4 times in the 60s, 64, 65. I was touring with the Rolling Stones, so my roots were very much in the R&B of that era. She's been gone such a long time, longer than I can bear. But if she says to you, tell her I'll be there. And if she says to you, she don't love me. Ja, wil jij iets neerzetten? We kunnen het natuurlijk ook neerzetten. We hebben de materiaal, we hebben de collecties. En we kunnen eigenlijk op iedere ruimte klein of groot dingen neerzetten. Ik ga altijd met een bus vol met materiaal de deur uit. En we gaan het aankleden. We hopen hiermee door te gaan. Zoals het er nu uitziet, is erg hoopvol. We hebben vanavond toch weer zo'n 350 mensen binnen. Dus nou, niet niks. Vorige keer ook ongeveer 350. En we zijn van plan om het niet 1 keer in de 6 weken te doen, zoals in het verleden. Maar wel ja, zeg maar 3 keer per jaar.
is your favorite artist when you're at home and you want to listen to music? One of my first influences when I was growing up in the 50s was Johnny Cash. Johnny Cash, the famous Johnny Cash. Yeah, so Johnny Cash was for me, the person that I stayed with all my career. Your wife is Dutch, eh? My wife is Dutch, yes. We met in Amsterdam in 1965, and we've been married now for 47 years. 47 years, yeah. A long time. So my Hollandse vrouw, yes, yes. I'm looking forward to the show very much tonight. I've only had 3 glasses of wine. But later I'm going to take some Geneva. Geneva. But after the show. After the show.